Ja, ik zie het eigenlijk helemaal voor me, zo allemaal gezellige Arnhemmers hier. En ja, een droom die uitkomt voor Peter ook. De Arnhemse volkszanger Frans Joostink organiseert een groot festival volledig in het teken van levensliedmuziek. Dat doet hij om de droom van zijn beste vriend Peter van den Kamp, die vorig jaar onverwacht is overleden, waar te maken. De twee vrienden hadden toen namelijk al het idee om Arnhemse volkszangers eens echt een groot podium te geven. Nou, Levenslied Arnhem is eigenlijk ontstaan door een vriend van mij, Peter van den Kamp. Die had dit idee in zijn hoofd. En, helaas is Peter er niet meer. Dus ik wou het eigenlijk wel doen voor Peter. Dus het laatste feestje wat wij eigenlijk samen zouden organiseren. En dan gaat het dan eindelijk 20 mei, tweede Pinksterdag, plaatsvinden hier in Arnhem. Dus geweldig. Er komen hier allemaal ledverlichting in het portaal richting het podium toe. En hier komen nog wat zitplekken. En dit moet het gaan worden uiteindelijk. Het is wel het grootste evenement wat ik ooit georganiseerd heb. Dus het is wel spannend voor mij ook wel. Dus ik slaap slecht. Maar het laatste wat ik voor hem kan doen. En dan kan ik ook voor mij het boek sluiten voor Peter. Dus dan heb ik gedaan wat ik kon doen. Nou, Peter was eigenlijk een man die vaak muziekevenementen organiseerde. Hij is ook mijn manager geweest. Ik ben zelf ook artiest. En Peter was eigenlijk een muziekliefhebber en hield van een feestje bouwen eigenlijk. Dat was zijn leven ook. Het is moeilijk om erover te praten. Nou, zoals je ziet zijn ze hier al druk bezig met opbouwen. De strutsystemen gaan straks de lucht in. Het podium komt aan die kant. Ik zie het eigenlijk helemaal voor me. Zo allemaal gezellige Arnhemmers hier. Een droom die uitkomt voor Peter ook. Heeft Arnhem een beetje goede volkszangers of levensliedzangers? Zeker weten. We hebben best Arnhemmers groen aan artiesten eigenlijk. Dus we hebben een Marvin de Grijs, Stevie Popping, als Witte Chabo, zeg je vast wel wat. Willem Huisman, Mike Sanders. Je bent zelf ook zanger? Ik ben zelf ook zanger, ja. Sinds 7 jaar doe ik het nu. En mijn kleine jongen Fransje Junior is ook zanger. Dus daar zit het ook al in de aderen. Dus. Het Arnhems Levenslied belooft het grootste volksmuziekfestival ooit te worden in Arnhem. De artiesten die optreden komen uit Arnhem en regio en zijn goede vrienden van Frans. Wat dit uniek maakt is eigenlijk dat er heel veel Arnhemmers zijn. We hebben natuurlijk het Piratenstein hier in Arnhem. Maar dat is meer landelijke artiesten. En dit is echt puur echt voor Arnhemmers, door Arnhemmers. Dus daar zijn we heel erg trots op. Nou, we hebben besloten om de helft van de opbrengst te doneren aan Vitesse. Omdat we natuurlijk, ons hart is ook geel en zwart. En ik hoop ook natuurlijk andere ondernemers hiermee te stimuleren om Vitesse een hart onder de riem te steken. Dus vandaar dat besluit. En dan moet het gaan gebeuren, jongen. Hè?